President Chandrika Prasad Santokhi heeft aangekondigd dat elke Suriname royalties zal ontvangen tot een bedrag van $750 met inkomsten van de olie verkocht uit blok 58. Het staatshoofd noemde dit financieel instrument royalties voor iedereen. Hij legde verder uit wat precies bedoeld wordt met dit financieel instrument. Het RVI-instrument houdt in dat iedere Surinamer die in ons land woont, let wel, iedere Surinamer die in ons land woont, een spaarbiljet ontvangt ter waarde van $750 met een jaarlijkse rente van 7%. Het geld wordt in de toekomst uitbetaald uit de royalty-inkomsten van blok 58. De uitbetaling geschiet alleen dan als de olie uit blok 58 is verkocht en de royalties door Suriname zijn ontvangen. De RVI is genoteerd in Amerikaanse dollars, zodat het waardevast blijft. Maar de uitbetaling zal in Surinaamse dollars plaatsvinden. De president onderstreept dat de gepensioneerden niet vergeten zullen worden. Daar zij hun krachten jarenlang hebben gegeven voor land en volk. Voor mensen ouder dan 60 jaar en personen met een beperking worden opties uitgewerkt om eerder dan 2028 te kunnen ontvangen. De royalties voor iedereen heeft drie doelstellingen. Ten eerste, iedereen heeft een aandeel in de olieontwikkeling van olie- en gassector. Net zoals alle andere landen. En we hebben gekeken naar het voorbeeld van Alaska. U bent mede-eigenaar van onze olieproductie. U bent mede-eigenaar van de olieinkomsten. Ten tweede, burgers worden beloond voor de jaren van noodzakelijke inspanningen tijdens de macro-economische en financiële hervormingen en stabilisatie. De president gaf nog aan dat een team van terzake deskundigen en een team van Lazard onder coördinatie van het ministerie van Financiën en Planning al enkele maanden bezig zijn om dit instrument te ontwikkelen. Met de tijdslijn dat het in de eerste helft van 2025 uitgevoerd wordt.